Goed, dan gaan wij over naar de eerste jeugdsabel van vanavond. En dat is Lieve van allemaal. Ik ben de schoonmaakster van Den Hout. Mijn naam is Mien, die je van tv kent, misschien. Doen is wat ik doe, voor een tientje per uur poets ik misschien wel bij u. En over u wil ik eigenlijk niet te veel vertellen. Wat dat betreft had ik beter een wijnzuster als typetje kunnen kiezen. Dan had ik geen namen mogen en kunnen noemen. Er zit toch wel een overeenkomst tussen de typetjes. Pas geleden moest ik bij Maarten en Judith van Empel zijn. Zegt hij in alle vertrouwen tegen mij. Als ik terugkom van een lange reis, ben ik altijd bang dat iemand onder mijn bed ligt. De huisarts had gezegd dat hij mij er wel van af kon helpen, maar dat het een lang en duurzaam proces zou worden. Ik ben een keer daarna met een zaag naar hem toe gegaan en heb de poot onder zijn bed afgezaagd. Hij was blij, jongen! Tja, het is niet altijd leuk hoor. Het doet me altijd aan mijn allereerste poetsbed denken. Was mijn familie, die hadden niet zo breed. Die waren zelfs zo arm dat ze de meubels op de muren hadden geschilderd. Ja, wist ik veel. Na 3 uur hadden ze geen bank meer om te zitten en geen tafel meer om te eten. Maar schoon dat het was. En de keer dat ik moest gaan kuisen met een familie van Berkel, doet Manneke de deur open. Haar heet zich vol blauwe plekken. Dus ik zeg verschrikt, maar Manneke toch, wie heeft jou dat aangedaan? Antwoordt ze, het komt door mijn echtgenoot. Hoezo, antwoord ik. Ik dacht dat Brun de hele week op zaakreis naar het buitenland was. Antwoordt Manneke, ja Mien, dat dacht ik dus ook. Ja, dat zijn de mindere kanten, maar ik hou van mijn vak en het wordt goed betaald. Laatst heb ik een loonsverhoging gekregen. Liep het kantoor van mijn baas binnen. Ik zeg, het wordt tijd voor een loonsverhoging. Er zitten namelijk meerdere bedrijven achter mij aan. Met een loonsverhoging van 20% ben ik bereid om hier te blijven werken. Hij ging direct akkoord, bang dat ik wegging. Vlugs papieren getekend. Waarop hij tegen mij zegt, welke bedrijven zitten er zowel aan eigenlijk? Nou, het elektriciteitsbedrijf, de leesmap, Netflix. Tja. Voordat ik de loonsverhoging kreeg, poetste ik het liefst bij mensen met een dubbele agenda en of persoonlijkheid. Dan kan ik namelijk een dubbele vragen. Dan kan ik namelijk de dubbele vragen. Ik noem hier verder geen namen, maar Frans van Kloesen was jarenlang mijn beste betaalde klant. Daarnaast bij klanten met een geheugenvlies. Die krijgen bij mij nog steeds voorrang trouwens. Die laat ik namelijk altijd op voorrang betalen. Miranda van Bracht is nu haar rekening voor 2017 aan het betalen. Ik word gewoon steeds slimmer. Zo fiets ik een keer vanuit de klant op mijn fiets naar huis. Staat Miesje van Geurk daar opeens midden op de weg. In politieuniform dit keer. Michel, waarom denk je dat ik hier sta? Zeg ik, omdat je wellicht vroeger niet zo goed hebt opgelet op school? Nee, zegt Michel. Je lichten branden niet en ik zie nu dat je remmen kapot zijn. Dat wordt dus een duur grapje. Waarop ik zeg, dat maakt niet uit. Als die vrijdag maar klaar is, had ik hem mooi te pakken. Soms begin ik ooit aan een klus hoor. Ik was eens een keer ergens voor een kennismakingsgesprek. Ik noem het in dit geval echt geen naam.
kamer? Nee, nee. Toen ik daar wegging, heb ik gewoon mijn voeten moeten vegen. Zo vies was het echt. Het is altijd even zoeken als je voor de eerste keer ergens moet zijn. Nou, dat had ik bij de familie van me ook aan het eindpad echt geen last van. Het was nog donker toen ik daar moest zijn. Richard heeft zijn tuin nu bijna klaar en heeft om 2 meter een lamp langs haar op het staan. Hij lijkt al langs baan voor vliegtuigen. Blijft apart volk hoor, die tuinmannen. Moest er een keer in de achterstraat zijn. Staat Jos Phoenix, die andere tuinman opeens op de weg. Bij bergstenen met een zwaarlicht erop. Dus ik stap van mijn fiets af en vraag waarom dat zwaarlicht bovenop die bergstenen staat. Meer op de weg. Anders zien ze die bergstenen toch niet. Snap je dat dan niet? Oké. Maar waarom liggen die bergstenen dan midden op de weg? Anders zien ze... Omdat je anders dat zwaarlicht niet ziet. Maar Jos, waarom sta je hier nou echt? Zeg ik. Dat zou ik je vertellen. Ik ben net een zesser aan het graven. Mijn specialiteit. Een zesser, zeg ik. Wat is nou weer een zesser? Waarop Jos zegt, weet je dat dan niet? Dat is net een beetje groter dan een vijver. Gekke mensen genoeg hoor, in Den Hout. Dat hoor je wel. Zelfs zo mal dat ze mij inhuren om mijn huis schoon te maken. Mij hoor niet klagen. Tot woensdag na carnaval. Dan zou ik u meehelpen om de Noftempo weer in originele staat te brengen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Houdoe!